Het is inderdaad een cruciale match. Hij staat 3 punten voor op Sint-Truiden. En ja, je kunt toch een kloofje slaan. En daarom met een thuiswedstrijd, onze achterban erachter, dan denk ik toch dat we moeten hopen om de punten thuis te houden. En we hebben al mooie prestaties geleverd, maar die mooie prestaties zouden ook wel moeten punten opleveren. En dat is een klein beetje nu het moment om het ook wel te doen. En dan kun je direct misschien een kloofje slaan met enerzijds Sint-Truiden, maar dan ook al met een tweede ploeg Serrain. Pap, 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 kom op, pap! Vast, 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 come on! Ik denk dat we toch sowieso kijken naar de statistieken en wie er scoort natuurlijk is altijd wel belangrijk. En ze zijn nog niet zo, laten we zeggen, succesvol geweest in het scoren van doelpunten, maar ze zijn er ook op zoek. En ik denk dat we sowieso er moeten van uitgaan dat Sint-Truiden heel georganiseerd is en dat ze toch altijd wel hun momenten hebben om te kunnen scoren. En dat ze daar dan misschien dit seizoen nog niet zoveel in geslaagd zijn, is alleen maar een statistiek. En daar zullen ze ook wel deze week aan gewerkt hebben om proberen ja, betere en gevaarlijke voor de dag te komen. Maar we moeten vanuit onze organisatie, vanuit onze structuur proberen hun het voetbal te beletten. En dan zie je ook dat we in de afgelopen matchen al ja, meerdere kansen gecreëerd hebben. Het is aan ons om dan de nodige efficiëntie voor de dag te brengen. Tatsu is nog altijd gekwetst. Hij had toch een redelijke scheur. Hij is op de goede weg, heeft al redelijk wat gelopen, veel getraind ook deze week. Ik denk dat hij volgende week gaat kunnen aansluiten. Of course, man. Nou.